voel je ook dat ik een heel beetje uit balans ben daardoor. Ik bedoel, ik dacht vanochtend serieus van, dat ik, de vraag gaat toch niet weer komen. Het is alweer de derde keer dat we uitgenodigd zijn op de lunch van de genomineerden voor de Musical Awards. En ik moet helaas zeggen, weinig verrassingen op de lijst van genomineerden. Even kijken of we nog verrassende gesprekken kunnen houden. Kim-Jan, wat zie je er prachtig uit. Dankjewel, speciaal voor vandaag gedaan. voelt brunette zijn anders dan blond zijn? Ja, het voelt wat serieuzer. Ik mis mijn blonde pruik wel. Toch wel? Ja. Het heeft je toch misschien wel je award gebracht. Nou, zou je denken, het zou een mooie rol zijn om hem voor te krijgen, absoluut. Ja. Ik heb met Elle Woods echt een overwinning op mezelf begaan, zeg maar, iedere avond. Dus ik zou het fantastisch vinden. Cindy, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, volgens mij anderhalf jaar geleden hadden we het al over deze rol. Inderdaad. Brooke, Legally Blonde. En nou ga je hem bijna verzilveren. Nou, wie weet. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Ja, absoluut. Een overwinning op mijn onzekerheden. Een overwinning op de sceptici die allemaal van tevoren dachten dat ik het niet zou kunnen. Dus het was voor mij een hele bijzondere periode. En ik ben heel blij dat ik genomineerd ben. Had je daar extra veel last van dan, van de sceptici? Nou, last wil ik nooit noemen. Sterker nog, ik vind het juist meer een extra drive om te bewijzen dat ik het dus wel kan. Maar het was absoluut een rol die je vol overgave moet doen iedere avond. Ja. En niet moet denken van dit doe ik eventjes of zo. Zij zet jou in vuur en vlam. Had jij er moeite mee om je staande te houden in het op zoek naar Zorro circus? Alle aandacht naar Tommy. En... Maar dat vond ik juist heerlijk. Ja? Ja, ik ben, hij is echt een bliksemafleider. Ook qua fans en zo. Je komt buiten en iedereen stopt op Tommy af en ik ga lekker de bus in. Het scheelt weer heel veel tijd. En nu moet je een compleet nieuw iemand spelen in Daddy Cool. We gaan het 25 september zien. Ja. Vertel eens even wat. Je hebt al stiekem gespeeld. We zijn druk aan het try-outen. En jij vroeg me ooit van wat gaat het je opleveren? Ik denk dat het, tot nu toe heb ik gemerkt dat ik me even terugwaan in de periode dat ik zelf popster was, zeg maar, jaren geleden. En dat vind ik wel heel erg leuk aan Daddy Cool. Dat het meer een concertgevoel is en een danssensatie dan echt een klassieke musical. Het ding is dat we natuurlijk alle drie de rollen, tenminste de drie vrouwen die genomineerd zijn, natuurlijk helemaal niet met elkaar kunnen vergelijken. En ik denk dat kan of positief zijn of negatief. Ik bedoel, ja, wat ik kan, kunnen zij misschien niet. En wat zij kunnen, kan ik misschien niet. Nou, zo lang touwtjes springen denk ik niet. En zingen. Leer het weer staan. De eerste stap in de goede richting, laten we maar zeggen. Het was echt een geweldige ervaring. Een hele mooie productie. Ik ben echt met liefde ontvangen bij de cast en de crew en bij Mark Fijn Producties. Dus ja, zo'n mooie start had ik niet durven wensen. Noem eens iets wat je geleerd hebt en wat je meeneemt naar Ramses straks. Zo, dat is natuurlijk iets wat je helemaal niet met elkaar kunt vergelijken. Nee. Want ik heb echt het gevoel dat ik bij Ramses echt een totaal ander vak aan het leren ben. Het was een ander soort concentratie dan anders. En ik vond dat een enorme leerschool. De concentratie die ik daarvoor op moest brengen, net voor het begin van mijn nummer, daar heb ik heel erg veel van geleerd en dat ga ik meenemen. Gefeliciteerd, dubbel genomineerd, hè? Laten we die tweede niet vergeten. Voor de vertaling en de bewerking van La Cage aux Folles. Samen met Martine Bijl. Ja, uiteraard. En ik moet je zeggen, daar ben ik echt ook heel erg trots op. Ja. Wat maakt dat een bijzondere prestatie voor jouw persoon? Omdat het de eerste nominatie is die ik, los van de toneelpublieksprijzen, maar dat gaat dan niet zozeer over schrijven, maar het is de eerste echte nominatie die ik heb gekregen voor iets wat ik geschreven heb. Want dit arme hart blijft eeuwig kloppen. Kijk dan, ik beken. Hoe heb je de laatste keer je jurk uitgedaan? Huilend. Ja. Huilend. Echt omdat het natuurlijk ook een emotie, een heel zwaar emotioneel moment was waarmee ik de pauze inging. Mm-hmm. En dat ik voor de laatste keer Ik ben wat ik ben mocht zingen. Mm-hmm. Dus dat heb ik wel huilend, die jurk heb ik huilend uitgetrokken, ja. Er zou toch meer zijn. Tegenover me staat een totaal
immuun genomineerde man. Nou, dat valt wel mee. Niet immuun, maar wel genomineerd. Ja! Dat is leuker dan immuun. Genomineerd. Met jouw rijke toneelcarrière heb je talloze nominaties al meegemaakt. Nou, dat weet je best. Dat is helemaal niet waar. Nee, dit is de eerste nominatie die ik heb. En daar ben ik super blij mee. Want dit is wel echt een van de leukste producties die ik tot nu toe heb gedaan. Dubbel genomineerd, dat heb je volgens mij nog niet meegemaakt. Dat heb ik nog niet meegemaakt, Hans. Nee, dubbel genomineerd, zowel voor Spring Awakening als voor Petticoat. Dus hoe blij kun je zijn? Ja. En zo divers, Paul. Hoe bedoel je divers, Frans? Petticoat, ja. Grootschalig, ja. Historisch, ja. Lachen, Spring Awakening. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat misschien wel het allerleukste aan deze dubbele nominatie. Dat ik denk... Petticoat en Spring Awakening zijn twee kanten van mij, ook van mij als regisseur. Twee totaal verschillende producties en allebei blijkbaar toch gewaardeerd. Dat vind ik wel heel erg leuk, dat dan voorkomt. Allebei even dierbaar, maar allebei wel verdomd anders. Om even een grootheid te noemen. Woody Allen vindt het stomzinnig om creatieve prestaties te belonen met prijzen. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, een prijs is een prijs en dat streelt het ego. Ja. En... Heb jij een ego die gestreeld moet worden? Natuurlijk. Dat gestreeld moet worden? Natuurlijk, anders was ik dit vak niet aan het doen. Nee, dat valt reuze mee. Nee, maar het is, ik vind, ik bedoel, ja, het doet niet af aan de kwaliteit of het verbetert de kwaliteit van wat je doet, niet een prijs. Maar je krijgt er wel een leuke pet van. Ik zeg niet dat ik ze hoef te winnen. Ik ga ook niet ontkennen dat ik het eigenlijk best wel heel erg leuk vind. Dat ik ook wel een mooie waardering vind voor de mensen die achter de schermen werken. En zich echt kapot werken om iets moois te maken. Je maakt het met z'n allen. Niet alleen de mensen op het toneel, maar ook de mensen erachter. Dus die waardering vind ik heel erg mooi. Moet je daar nou een prijs voor winnen? Daar kun je het over hebben. Stiekem vind ik het bijna. Vind ik het toch wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Tuurlijk streelt het. Maar er zijn nog heel veel dingen waarvan ik denk, oh, dat is ook geweldig. Maar wij worden eigenlijk al zo gestreeld, toch? Wij hebben een vak. En dat is toch geweldig dat je op het toneel staat. Je doet iets met hart en ziel. Je vindt het heel fijn om het allemaal te doen. En dan is het uit. En is het klaar. En is het af. En dan krijg je applaus. Dan krijg je bijval. Of dan kom je... Je hebt je normale eigen kleren weer aangetrokken. En dan kom je soms nog publiek tegen. En dan heb je het nog over de... Nou, wie heeft dat? Ja! Ik heb bij Spring Awakening wel erg veel geleerd. Dus ik kon ook niet anders natuurlijk. Ik kwam recht van de opleiding. En, de kansen die ik daar gekregen heb en de zoektocht die ik daar met Paul Enes heb gedaan en met Daan Wijnands en met Frans van Heemskerk moet je natuurlijk alle drie noemen. Want het was met alle drie gewoon een heel mooi avontuur. Alles wat ik daar gedaan heb, de ontspanning en de diepgang en de ruimte die ik in het innemen als personage, heb ik daar geleerd. En dat gebruik ik nu dankbaar in Miss Saigon. Ik had wel het idee dat de show wel nominaties kon krijgen. Omdat ik vond het gewoon zelf echt een fantastische voorstelling. En wij stonden met z'n allen ook enorm achter wat we hadden gemaakt. De ultieme uitdaging was om het avond aan avond te doen. En avond aan avond dan geloofwaardig te houden. En wat ik het leukste vond was om elke dag eigenlijk voor mezelf het nog beter te krijgen. En het zit dan echt in minimale dingen. Als in van, misschien was mijn energie daar niet helemaal goed. Of mijn nootje was niet goed. Of mijn... De projectie was niet helemaal goed en om dat dan elke dag beter te maken. En kijk, je hebt maar 30 keer of 24 keer. En meestal voel je na een keer of 30 dat je denkt, oké, dus zo moet de rol echt zijn. En nu moest dat echt in de sneltreinvaart. Dus ik vond dat wel heel erg de uitdaging. Je zegt, mijn aandacht gaat eigenlijk al uit naar mijn nieuwe voorstelling, Miss Saigon. Daar zullen we je officieel pas 23 september op de première mee lastigvallen. Maar toch even een impressie. Hoe is je leven nu sinds afgelopen vrijdag de eerste try-out? Intens. Ja, het is een heel erg intense voorstelling die veel vraagt, maar ook heel veel geeft. Dus dat is eigenlijk hoe het is. Het leven is alleen maar Miss Saigon op dit moment. Ik leef in Saigon. Je bent nou between projects, laat ik het zo zeggen. Ben je nou hard aan het voorbereiden op Next to Normal? Ja, heel erg zelfs. Next to Normal is een productie waar je heel erg voor... moet voorbereiden. Heel erg naar mijn mening. Het gaat over thema's waar je kennis van moet nemen.
waarvan je moet weten waar het over gaat. Dus ik ben vele boeken aan het lezen, vele gesprekken aan het voeren met ervaringsdeskundigen. Volgens mij gaat het net zo bijzonder worden. Dat is weer zo'n bijzonder materiaal sowieso. En ja, dat Paul er iets fantastisch van gaat maken, dat is voor mij wel duidelijk. Dat bijzonder stuk, bijzondere cast, bijzonder alles. Ik vind het gewoon een heel bijzonder stuk. Je wil ons ook, zeg maar, de werkelijkheid opdienen. Nou ja, daar liggen natuurlijk heel veel kleuren tussen, Frans. Ik bedoel, het is, de werkelijkheid kan ik niet opdienen, want het is een theatrale werkelijkheid. Het is een interpretatie. Behoorlijk, ja. Mijn werk is altijd een interpretatie. Maar ik vind dat ik geen interpretatie van iets mag maken als ik niet enigszins begrijp waar het over gaat. Ja. In hoeverre kan ik het begrijpen? Ik kan wel mijn best doen om het te doorgronden en te begrijpen. En ik zou je ook vertellen dat ik nu al heel vaak tegen mensen zeg, ik dacht dat ik er dit vanaf wist, maar ik wist er dus eigenlijk helemaal niets vanaf. Het is ingewikkelder dan ik dacht. Of zijn er meer thema's waar ik ook grip op probeer te krijgen? Maar nee, het is flink voorwerk en het is heel erg goed om te doen en heel erg leuk. We hebben met ons tweeën gehoopt op Next to Normal. Dat heb je wel twee keer uitgebreid uitgesproken, die wens. Het is het niet geworden. Nee, maar ja, dat is niet zo raar natuurlijk. Hoe heb je daarmee kunnen dealen? Nou, mijn kinderen gaan niet dood, dus het leven gaat door, toch? Ja, ja, jammer, maar ik wist zelf heus wat als Van de Ende het op de planken zou gaan brengen, dat mijn kansen heel klein zouden zijn. Maar het idee was dat MLab het eerst zou gaan doen. Snap je? En daar ging ik vanuit. En toen dat opeens niet meer zo was, vond ik het natuurlijk niet heel raar dat dan gekozen wordt voor iemand anders. Het stuk ligt volgens mij erg moeilijk als een toerende productie, middelgrote zalen. Hoe maak je het aantrekkelijk voor de bakker om de hoek? Nee, dat denk ik, maar dat is, ben ik echt bloedserieus, daar denk ik op dit moment volstrekt niet over na. We hebben met z'n allen de keuze gemaakt om dit stuk te gaan doen, dan ga ik het stuk ook doen. Op mijn manier. En ik ben totaal niet bezig met hoe ik het aantrekkelijk zou kunnen maken. Het moet waarachtig worden, het moet gaan raken, het moet confronteren, het moet iets met de mensen gaan doen. En ik weet wel, denk ik, ik weet wat het is om theater te maken voor een groter publiek. Misschien zit daar een fase van aantrekkelijkheid aan, maar dat is niet een prioriteit om nu mee bezig te zijn. Je tegenspelers kennen we allemaal, je beroemde tegenspelers, maar jouw vriendje is een voor mij totaal onbekende, Jonathan de Moor. Ja. Ken jij hem? Ik ken hem heel goed. Ik heb 4 jaar bij hem in de klas gezeten en we hebben al, toen op school deden we al heel veel samen, dus nee, absoluut heel groot talent en heel leuk om dit samen te mogen doen. Wij gaan wat meemaken dus. Absoluut. Ik geef ze nu naar de masterclass op het Fontys in Tilburg en ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment leek Boeidooi. Mijn uitspraak wat dat betreft is niet echt helemaal juist, maar deed uit Miss Saigon. En dat ik dat toen ik het hoorde niet goed vond. En dat ik hem een paar zaken vroeg. Dat ik hem vroeg om het opnieuw te doen nadat ik hem met een x-aantal zaken had geconfronteerd. En dat het toen wonderbaarlijk was hoe hij een herstart maakte. En dat nummer opeens voor mij enorm transparant maakte, inhoudelijk en intens. Toen viel hij me op. En hij heeft gewoon een enorme goede auditie gedaan voor die rol van Henry. 1 plus 1 is Jonathan. Volgens mij is dat de voorstelling waar ik het meeste bij heb gehuild. Dat hij de pauze het licht aan gaat en dat je een mascara onder je ogen hebt en die zwarte. Nee, Huil je om de moeder, huil je om de vader? Nou, dat vond ik heel bijzonder. Dat je gewoon met elk personage wel kan identificeren. Dus je begrijpt alles. Ja. Elk personage begrijp je, elke keuze die het personage maakt, begrijp je ook. En het is zo menselijk dat het daarom zo hartverscheurend is, maar ook zo hysterisch grappig. Heb je al trouwens gemerkt dat ik niet eens bang ben voor de Paul Enens behandeling? Maar voel je ook dat ik een heel beetje uit balans ben daardoor? Ik bedoel, ik dacht vanochtend serieus, Frans, dat ik de vraag gaat toch niet weer komen, maar wat, ik ben een beetje ontroerd ook, dus fijn. Belofte maat schuld. Na de première van Spring Awakening trek ik voorlopig niets in twijfel. Wat fijn, daar ben ik blij mee. Maar goed, ik heb wel één zorg. Alle aandacht, misschien terecht, gaat uit naar de vrouw die zulke vreselijke dingen overkomt. Maar wat mij vooral bijstaat, misschien omdat ik man ben, ik heb vooral te doen met haar man. Komt Wim van den Driessen, of in ieder geval zijn karakter, even goed aan bod als die mevrouw? Ja, maar natuurlijk. Maar uiteraard. Ik bedoel dat nu PR-matig de aandacht in de voorpromotie, want we beginnen pas in januari, dus zoveel is er nog niet gaande. Dat die met name naar Simone uitgaat, dat lijkt mij helder. Straks komen we hopelijk allemaal evenredig aan de beurt, maar in dat verhaal is ieder karakter wat dat betreft even belangrijk. Maar met name die man,
naast die vrouw. Want hij overleeft samen met haar. En het is inhoudelijk een fikse partij. En of Wim nou PR-matig genoeg aan bod komt, dat ligt ook aan de PR. En aan de pers zelf. Maar in mijn treatment, maar natuurlijk. Nou, wie weet 2 oktober een super afsluiting met een aantal musical awards. Jou zie ik 2 januari in Dronten bij Next to Normal weer. Dan kom je al kijken, Frans. Ja, zeker, ja. Ik had ook niet anders verwacht, moet ik zeggen. Maar nee, meteen na Oud en Nieuw. Dus we zijn er klaar voor tegen die tijd, hopen we. Dus bij deze, gelukkig nieuwjaar. Jij ook gelukkig nieuwjaar. En ik verheug me dat je komt tegen die tijd. Dankjewel.